Op 29 april 2004 vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in het gemeentehuis van Blaricum. Marco Borsato werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Deze eer was een erkenning voor zijn legendarische muzikale bijdrage en zijn toewijding aan het goede doel Wart Child. Nu, twintig jaar later, staat de zanger voor een zware uitdaging: de mogelijkheid dat hij zijn koninklijke onderscheiding zou kunnen verliezen. Volgens het weekblad privé is er een aanzienlijke kans dat Borsato volgend jaar veroordeeld wordt voor ontucht met een minderjarig meisje. Indien dit gebeurt, bestaat er een reële mogelijkheid dat hij zijn lintje verliest. De regelgeving omtrent deze onderscheiding is duidelijk. Volgens artikel 11 van het lintjesreglement vervalt een onderscheiding als de ontvanger onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal één jaar. Het is opmerkelijk om te realiseren dat Marco Borsato in 2004 de eerste Nederlandse zanger was die deze hoge onderscheiding ontving. In hetzelfde jaar werd Frans Bauer slechts benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De grote betekenis van deze onderscheiding kan niet worden onderschat en de impact van een mogelijke veroordeling zou verrijkende gevolgen hebben voor zijn reputatie en nalatenschap. Het verlies van een koninklijke onderscheiding komt in Nederland niet vaak voor, maar het is zeker niet ongehoord. Privé verwijst naar een eerdere zaak waarin een gepensioneerd hoogleraar van de TU Eindhoven in 2008 zijn onderscheiding moest inleveren. Hij was veroordeeld tot een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege het bezit van expliciete beelden van kinderen. De vraag die nu in de lucht hangt, zoals Privé treffend kopte, moet Marco Borsato ook nog zijn lintje inleveren. De uitkomst van deze zaak kan niet alleen zijn status als artiest beïnvloeden, maar ook de manier waarop hij door het publiek en de media wordt waargenomen. De spanning rond zijn toekomstige rechtszaak en de mogelijke gevolgen voor zijn koninklijke onderscheiding blijven een onderwerp van gesprek en speculatie in de Nederlandse media. Het is een onzekere tijd voor de zanger die ooit zo'n prominente plek innam in de harten van zijn fans.